André J. Nunden Seheplal is gisteren op 96-jarige leeftijd overleden. Seheplal is jurist en auteur geweest. Hij was tot voor kort geïnterviewd voor het jubileumboek in verband met 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Dit drukwerk is afgelopen dinsdag overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Op 18 januari 2023 kreeg Seheplal het eredoctoraat in de juridische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname. Carlo Jatnanan Singh was Seheplals erepromotor. Hij vertelt dat bij het kennisnemen van Seheplals cv en zijn reden werd bevestigd dat Seheplal een rechtwetenschapper is. Die gedurende zijn loopbaan erin geslaagd is zich op verschillende gebieden van het recht verdienstelijk te maken. Alhoewel uw afstudeerrichting privaatrecht was, hebt u zich middels uw publicaties niet alleen bewogen op het gebied van het civiele recht, maar ook het publiek recht hebt u tot deel van uw studie gemaakt. Uw reden, getiteld, prachtige wijze voorgelezen door Arish, het huisrecht en de wettelijke beknotting hiervan, is een voorbeeld van een studie over een combinatie van publiek en privaatrecht. Het huisrecht, vervat in artikel 17 van onze grondwet, behoort tot een van de belangrijke fundamentele rechten van de mens. Iedere burger moet zich veilig en vrij kunnen voelen in zijn woning, die dienst doet als een burcht waarin men zich beschermd moet voelen. Seheplals reden had als titel het huisrecht en de wettelijke beknotting hiervan. Hij heeft ook een handreiking gedaan voor het oplossen van de vele erfrechtelijke boedels in Suriname. Door onderzoek te doen in verband met de publicatie van zijn boek getiteld De afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen in Suriname.